Goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar weer zo te mogen ontmoeten. Maar voordat ik maar een woord zeg, heb ik ervoor gekozen om te buigen voor de koning der koningen. Ik wil een kort gebed doen om hem te danken. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor deze gemeente, voor deze plek. Dank u wel voor de levens die naar deze boodschap gaan luisteren. Vader, u die de geheimenissen openbaart aan een kleine en nietige mensen zoals wij. U alleen bent God. Vader, laat elke woorden die ik hier zal uitspreken, doordringen tot in de diepte van onze harten. Lieve papa, we houden van u. In Jezus' naam. Amen. Ik heb een bijzondere preek en ik heb zin in. Ik hoop jullie ook. Dus we gaan met elkaar knallen. Ik hoop dat jullie een Bijbel bij je hebben. Ja, dat is mooi. Wie heeft geen Bijbel bij zich? Ja, volgende keer eentje meenemen. Ja. Bij deze. Ja. Ik ben ingedoken in het leven van David. Ik was nieuwsgierig naar deze man. De man waarvan God zegt, dat is de man naar mijn hart. Ik dacht, wat is dat voor man? Maar hij was niet anders dan u en ik. En een mens. Maar wat bijzonder was aan David, is dat elke iets die hij deed, elke stap die hij nam, God stond voorop. Hij had een ontzettend druk leven. Hij was de minister-president, wat we hebben hier in Nederland. In andere landen heb je president. Hij was de opperbevel van het leger. En hij was de opperrechter van het hele koninkrijk. Dus deze man had een hele drukke bestaan. Maar zelfs met zoveel drukte had hij nog tijd om de tijd door te brengen met God. En hij had ook nog tijd om intimiteit te hebben met de Vader. En tijd om de psalmen te schrijven die we nu in deze tijd kunnen lezen. Maar tijdens deze studie viel mij de naam van Achitofel op. Wie heeft wel eens gelezen of gehoord van die naam? Oh, zijn toch veel. Yes. Dus we lezen, we doen ons huiswerk, we lezen onze Bijbeltje. Mooi om te zien. Prachtig. Achitofel was de raadsman van David. De adviseur van David. Adviseurs zijn ontzettend belangrijk, ook in deze tijd. Onze minister-president, die wordt een voorzien van advies. Jij en ik, papa, mama, burgemeesters, hebben allemaal adviseurs. Misschien hebben wij hier in onze midden ook zo Achitofel. Dat zou fantastisch zijn. De Bijbel begint ons te vertellen dat David zat al jaren op zijn troon. Er was een zegen in zijn rijk. Hij regeerde vanuit Jeruzalem. Maar een aantal jaren daarvoor, het ging behoorlijk mis met David. Hij viel in de zonden met Bathsheba.
Hij zorgde ervoor dat de man daarvan, Uriah, werd aan de front gestuurd. En daardoor kwam hij te sterven. Hij had dus twee zonden gepleegd. Hij had een overspel en een moord gepleegd. God had zijn zonden vergeven. Hij wandelt weer in genade met God. En we lezen in de Bijbel dat ineens stond daar weer Absalom, zijn kind. Absalom die begon bij de poorten te staan. Want heel veel mensen kwamen binnen bij het paleis om rechten te spreken, om rechten te horen over hun leven. En daar stond Absalom. En hij zei zo van, nou, kom maar bij mij, want mijn vader heeft hartstikke druk. En dat klopt ook. Ik heb zin in of ik zal recht spreken over je leven. Je moet de microfoon in je mond houden, anders werkt het niet. Oké. Dank je wel. Bedankt dat je het zegt, want ik wil ook dat dit iedereen snapt. Absalom begon dus bij de poort en daar ontmoet die mensen. Zodat recht werd gesproken over het leven van mensen. En dat ging goed. Want het werd ook geaccepteerd. Want hij was ook niet zomaar iemand, maar hij was het kind van de koning. Het werd makkelijk geaccepteerd. Maar op een gegeven moment begon de rebellie te groeien in zijn hart. Hij wou zelf op de stoel van de vader zitten. En zo begon dat. Nou, voordat we verder gaan, laten we een stuk uit de Bijbel lezen. Laten wij 2 Samuel, hoofdstuk 15, vers 11, met elkaar lezen. Hoofdstuk 15, vers 11. 2 Samuel. Ik geef jullie de tijd om je Bijbel open te doen. Ja, 200 genodigden uit Jeruzalem verzegelden Absalom op weg naar Hebron. Daar in Hebron zou hij dus gezalfd worden en aangesteld worden als de nieuwe koning. Ze gingen niets vermoedend en volkomen ten goede trouw met hem mee. Ook Achitofel, de raadsheer van David, liet hij voor het offermaal overkomen uit de dienst van de plaats Gilo. Steeds meer mensen sloten zich bij Absalom aan. Zo ontstond een wijdvertakte samenzwering. Maak ik een sprongetje en dan gaan wij naar hoofdstuk 16, vers 15. Intussen kwam Absalom en zijn manschappen het leger van Israël in Jeruzalem aan. Ook Achitofel was bij hem. Toen kwam Hussai, de vertrouwelingsman van David, naar Absalom toe. Leve de koning, leve de koning, riep hij uit. Absalom vroeg hem, is dat nu vriendentrouw? Had u niet met uw vrienden moeten gaan? Nee, antwoordde Hussai. Wien zeide de Heer en het volk en het leger van Israël kiezen? Aan die zijde sta ik en aan die zijde blijf ik. Bovendien, u bent toch zijn zoon. Wie zou ik anders dienen? Zoals ik vroeg in dienst stond van uw vader, zo zal ik ook u van dienst zijn. Daarna wendde Absalom zich tot Achitofel. Geef je ons raad.
Hoe moet het nu verder? De nieuwe koning die komt bij Achitofel. Achitofel die is de raadsman van zijn vader David. David was gevlucht. Hij zegt nu, hoe moet het nu verder? En Achitofel, als je goed oplet op zijn adviezen, die adviezen zitten vol met woede. Hij is ergens boos over. Ga naar de bijvrouwen die uw vader heeft achtergelaten om voor het huis te zorgen. Dan zal heel Israël vernemen dat u uw vader hebt vernederd. En zullen al uw aanhangers moed vatten. Dus werd er voor Absalom een tent neergezet op het dak van het paleis. En voor het ogen van heel Israël nam Absalom bezit van de bijvrouwen van zijn vader. Gaan we naar hoofdstuk 17, vers 1. Achitofel zei tegen Absalom, laat mij 12.000 mannen uitkiezen en achter David aangaan vannacht nog. En dan komt die. Ik zal hem overrompelen wanneer hij uitgeput is en de moed laten zinken. We horen het. Ik. Het wordt persoonlijk. Ik zal alleen de koning doden. En het leger naar u terugsturen. De doden van de man die u naar het leven staat, betekent immers dat het leger kan terugkeren. Alle zullen ongedeerd blijven. Dit voorstel vond instemming bij Absalom en de oudsten van Israël. Toch liet Absalom ook de Arkiet Usai roepen. Laten we horen wat hij ervan denkt. Maak ik een sprongetje. Hoofdstuk 17, vers 11. En dan komt het advies van Husai. Hier zie je de strijd tussen Achitofel en Usai. Daarom raad ik u aan. Roep alle mannen van Israël op, van Dan tot Berseba, talrijk als zandkorrels van de zee, en trek zelf met een strijd. Waar hij ook is, we zullen hem vinden. We zullen hem overvallen zoals dauw op de aarde valt. Dan zal er van hem en zijn aanhangers niet één in het leven blijven. En mocht hij zich in een of andere stad verschansen, dan laten wij uit heel Israël touwen aandragen en slepen wij die stad het ravijn in tot er geen steen meer van over is. Absalom en de Israëlieten vonden de raad van Husai beter dan die van Achitofel. Zo beschikte de Heer dat het goed krachtsplan van Achitofel werden verijdeld omdat hij Absalom te gronden wilde richten. Halleluja, dit is zo mooi. Och, het woord van God is zo goed. Om een bloedbad te voorkomen, David wist dat Absalom, zijn kind, op weg was naar de paleis. Dus hij vond het slimmer om te vertrekken, weg. Te vluchten. Hij ging op de vlucht, maar hij had wel gevraagd aan een andere raadsman, Husai, zo van, jongen, blijf even hier in het paleis, en misschien kan je voor ons een goed woord doen. En dat was een enorme goede zet. Iets over Achitofel. Achitofel was een bijzonder man. Heel erg wijs. De geest van God die rust op Achitofel. Alles wat Achitofel zei, kwam eruit. Ik denk dat was in een proces van jaren dat ze met elkaar samenwerkten. Alles wat deze man zei, kwam uit. We lezen nog verderop in de Bijbel dat elke woord die Achitofel zei, het was alsof God zelf sprak. Zo wijs was deze man.
Hij had een bijzondere gave. David was op de vlucht toen hij had begrepen dat Achitofel had ervoor gekozen om zich aan te sluiten bij de rebellie van Absalom. Hij was bang. Want David wist het. Hij wist, de gave van Achitofel is heel groot. Als iedereen het advies van Achitofel gaat volgen, en dan zit ik diep in de problemen. Want deze man heeft het nooit mis. Daarom bad hij. Heer, verheidel de plannen van Achitofel. En gelukkig, God heeft het gebed van David gehoord. Want David was rein. David was puur. David was vergeven. Hij had gezondigd, maar beleden en is vergeven. En gelukkig, daar was Ussai. In plaats dat Absalom en de Israëlieten de plannen van Achitofel, want deze raad van Achitofel was heel goed. Maar ze hebben niet ernaar geluisterd, omdat God zelf heeft ingegrepen, hebben ze geluisterd naar de tweede raad van Ussai. En daardoor ging het helemaal mis met deze twee heren. Ik hoop dat jullie weten hoe het geëindigd is met deze twee mannen. Als je het niet weet, dan raad ik je aan om 2 Samuel te gaan lezen. En dan weet je precies hoe het gegaan is. Absalom die raakt verstrikt in een bosrijk gebied met zijn haren in een boom. En daar werd hij vermoord. En Achitofel, deze man, die verhing zich. Hij pakte een touwtje, hing het zichzelf op, maakte einde aan zijn eigen leven. Als een soort Judas van het Oude Testament. En ik vroeg mij af, hè, hoe is het mogelijk? En een man met zoveel glorie van God. En een man met zoveel wijsheid. Hij kon ervoor kiezen om die koninkrijk van David te bouwen. Om het te laten bloeien. Waarom heeft hij ervoor gekozen om David te laten vermoorden? Of in ieder geval om het te helpen. Opdat David werd gedood. Waarom? En dat gaan we met elkaar ontdekken. Ik geloof dat ik vanmorgen een bijzonder openbaring voor ons allemaal heb. Laten wij dat lezen in het woord van God zelf. 2 Samuel 11. Lezen we iets heel moois. Daar was het begin. 2 Samuel 11, vers 1. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Dat was zijn fout. Hier begint de grote fout van David. Er is strijd. En als opperbevel van het leger, hij moest voorop lopen. En niet thuis blijven om te gaan gluren op iemand anders vrouw. Dat werkt niet. Dat werkt helemaal niet. En als we verder lezen, op een keer stond hij aan het einde van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis.
Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. En men zei hem, dat is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. Onthoud maar dat. Ik zal het herhalen. Dat is Bathseba, de dochter van Eliam, comma, de vrouw van de Hetiet Uria. En dan gaan we lezen 2 Samuel 23. Ik wil jullie laten zien waarom Achitofel tot zijn daad kwam. 23 vers 34. In deze hoofdstuk wordt de opsomming van de 30 helden van David. David was niet in zijn eentje helden, maar hij had ook nog 30 daarvan. Het waren van die krachtige en sterke mannen dat ze in één keer 100 of 200 Filistijnen neersloegen. Deze mensen waren gezegend. En dan komt het. Op de tweede alinea. Eliam, komma, de zoon van Achitofel uit Gilo. Is de kwartje gevallen? Jullie snappen mij niet. Ik zal het nog een keer. Want dit is zo belangrijk. Kijk, dit staat al jaren geschreven. Hè? Ik heb dat niet geschreven. Gelukkig. Dit is Bathseba, de dochter van Eliam. Kom aan. De vrouw van de Hetiet Uria. En als je naar 23 gaat, bij de opsomming van al die helden, lezen wij Eliam, kom aan, de zoon van Achitofel uit Gilo. Met andere woorden, Bathseba was de kleine dochter van Achitofel. Is het aangekomen? Yes. Wat is hier aan de hand? Weet je, op een gegeven moment, David had, hij probeert ook dat allemaal te verdoezelen. Toen werd het bekend, wat hij had gedaan. Dat kwam allemaal aan het licht. Iedereen was op de hoogte. En ook Achitofel, zijn adviseur. Ja. Hij kon functioneren, die adviseur. Hij kon de koning voorzien van kostbaar advies. Hij ging met zijn werk. Hij ging door. Maar er was iets die hij niet had David kunnen vergeven. Het kapotte huwelijk die David heeft gedaan. Die man die gedood is, was ook nog bevriend met zijn zoon Eliam. Het waren vrienden van elkaar. Ik zie het voor mij. Dat Achitofel zegt, wacht even, vriend. Maar dat is mijn kleine dochter. En die mannen daarvan, die hij zo nodig moest laten doden, omdat hij met zijn vrouw wou hebben, is ook de vriend van mijn zoon. Uria was niet zomaar iemand. Het waren van die 30 helden.
Hij deed zijn werk. Hij deed zijn werk, er was niks aan de hand. Hij kon die wrake gevoelens onderdrukken. Hij liet het niet zien. Het ging een tijdje goed. Tot die moment. Hij dacht, nou is mijn kans. Hij wou wraak nemen. Daarom zegt hij, ik zal de koning doden. Daarom zegt hij tegen Absalom, ga naar de bijvrouwen van je vader. Om hem te vernederen. Het is een pure wraak. Weet je dat de mensen ook zo zijn? Mensen kunnen vergeven, maar niet met het hele hart. Wisten we dat? En we kunnen ons goed voordoen, maar ergens zit nog een pijn. Die je niet hebt verwerkt. En hoef alleen maar een kans voor te doen. En je doet het, hè. En ik weet waar ik over praat. Veel van ons weten dat mijn vader op een vreselijke manier. Mijn vader is op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. En ik heb al die jaren gedacht dat ik de mannen die dat gedaan heeft, heb vergeven. Zo van, papa, kom niet meer terug. Ik ga verder met mijn leven. Dat heb ik altijd gedacht. Tot in 2004 moest ik naar Angola. En wie zag ik daar lopen? Die man die mijn vader heeft vermoord. Ik werd overrompeld door emoties. Emoties van woede. Van onmacht. En een wraak. Ik dacht bij mezelf, dit is mijn kans. De vader heeft mij hier naartoe geleid. Ik wou hem terugpakken. Ik ben achter hem gegaan, op veilige afstand. Heb ik ontdekt waar hij woonde. Kwam ik achter dat hij een vrouw en een kinderen had. En de kinderen waren in die leeftijd, zoals toen hij mijn vader vermoordde. Ik dacht, dit is mijn kans. En dan zal zijn kinderen ook voelen wat ik heb gevoeld. Dat de rechtvaardige je, hè, als mens. Want er is iets kostbaar van je weggenomen. Buiten je schuld om. Ik durf het zelf niet te doen. Maar ik kon wel betalen. Met de €300 was het gedaan met deze man. Blijkbaar, God zag het en op een dag lag ik te slapen en daar kwam de vader in mijn dromen. Met simpele woorden, laat het los. En het was zo duidelijk dat ik niet om hem kon. Laat het los. Laat aan mij over. Oh, wat was dat in de strijd. Ik begon te mopperen. Ik zei, nou, wat bedoelt u nou? Laat het los. Maar zo komt die makkelijk vanaf.
Alsof ik beter weet dan de schepper. Mensen, hè? Met veel moeite, met veel tranen. En met zijn nabijheid heb ik los kunnen laten. Maar die woorden van laat het los, dat was het begin van mijn genezing. Ik begon fysiek en geestelijk te genezen. En dan kon ik oprecht zeggen, ik heb hem vergeven. Ik liet het los. Was het makkelijk? Absoluut niet. Is te doen met God. Is te doen. Zoals we hier bij elkaar zitten, kennen wij allemaal pijn. Geestelijke en emotioneel pijn. Alles wat te schudden bij jou, zal geschud worden. Jouw huis zal geschud worden. Aan jouw kinderen zal geschud worden. Aan jouw integriteit zal geschud worden. Aan jouw betrouwbaarheid zal geschud worden. Daar ontkom je niet aan. We zijn geen robots, we zijn mensen. Maar hoe ga je mee om? Wat doe je ermee? Misschien is jou een vreselijk onrecht aangedaan. Buiten je schuld om. Je vader, je moeder, broer, zus, heeft jou iets aangedaan waar je gigantisch pijn van over hebt. Die pijn wordt alleen maar onderdrukt, maar hij is nog niet weg. En dat weet jij zelf. Ik kan niet voor jou praten. God zegt, laat het los. Laat het los, zoals bij mij. Je hebt gelijk, hè? Het is niet goed te praten wanneer iets vreselijk jou is aangedaan. En misschien is er een broer of een zus hier in onze midden. Misschien ben je zo teleurgesteld in mensen dat je niemand meer vertrouwt. Laat onze papa, laat onze God je genezen. Lever jezelf aan het gezag van God, zonder twijfels. Het is vaak een proces die een mens niet kan versnellen. Bij mij heeft het 15 jaar geduurd voordat ik ervan genezen was. God is een soeverein God. Hij geneest op zijn tijd, op zijn manier, op zijn goddelijke wijze. Wij als mensen hebben niet zoveel in te brengen. Het is puur genade. Die ene geneest meteen, die andere geneest door de jaren heen, die andere geneest door het woord van God te lezen. Maar laat het alsjeblieft genezen samen met God. Het is een proces die vaak gaat met de bidden en vasten. Ontzettend belangrijk. Laat het genezen. Want we willen leven als vrij mensen. Echt vrij. Dat je vrij voelt voor het aangezicht van God. Dat je geen pijn hebt. Weet je, het kan ook slecht eindigen met goed mensen. Dat is wat het verhaal van Achitofel ons laat zien. Het kan slecht, heel slecht eindigen met goede mensen. Als je niet deelt met de diepe pijn. In de diepte van je hart.
breng het bij God. En dan pas zal je vrij zijn. Ik vond het zo mooi hier. Onze broer als van dienst heeft gebeden. Geen pijn. Geen moeite. Onze tranen zullen afgewist worden op die dag dat wij oog in oog met hem zullen zijn. Koning Jezus is de Heer. Ik zegen jullie in de naam van Jezus. Halleluja. Ik ben niet iemand die zegt, kom maar naar voren om je, voor je te laten bidden. Wat ik wel voorstel is, na de dienst, als je je aangesproken voelt, voel je vrij, zoek iemand op. Zoek een van de oudsten. Iemand die je vertrouwt, laat voor je bidden. Breng het bij God. Onderschat het gebed niet. Wees gezegend. In Jezus' naam. Amen.